allemaal. Het is fijn dat jullie er weer zijn. Hebben jullie een leuke zomervakantie gehad? Ja! Ja. Jongens, allemaal een beetje rustig. Barbara, vertel het maar. Ik ben naar Italië en Oostenrijk geweest en ik ben naar 87 pretparken geweest. Ja, ik ben naar Amerika geweest en toen kwam ik Donald Trump tegen. Ik heb een selfie met hem gemaakt. Wat hebben jullie een fantastische zomervakantie gehad? En waar zijn jullie heen geweest op vakantie? Ja, ik ben de hele zomervakantie gewoon thuis gebleven. Ja, ik ben ook niet op vakantie geweest. Oh, gossie! Arme kinderen, vreselijk. Ik weet wat er is gebeurd. Die ouders zijn gewoon werkloos geworden. Erg. Heel erg. Niet op vakantie. Echt verschrikkelijk. Zo zielig, niet op vakantie, hoe dan? Ja, geen geld. Misschien hebben ze geen geld, ja. Misschien zijn ze wel werkloos. Ja, misschien moeten we in actie komen. Ja. Maar... Laten we het eerst dan nog... Hoe moeten we dan eigenlijk? We moeten gewoon met de hele klas in actie komen om hen te helpen. Ja. Ik heb wel Jan en Pieter en... En Leon. Ja, ik heb Jan. Ook wel even. Oké, Emma. Ik krijg net een berichtje van Thierry. Ze willen onze klasgenoten gaan helpen. Wij doen mee. Ja, goed idee. Hey, dat zijn de ouders van Anouk en Nina. Ik ben benieuwd wat voor boodschappen ze gaan doen. Ik denk dat ze wel met een volle kar terugkomen. Ja, we gaan het zien. Ja, lekker fijn weer boodschappen gedaan, hè? Ja, Anouk, anders biologisch. Ja. Ze kopen maar één appel. Dus ze zijn echt heel erg arm. Ja. Kom jongens, we moeten echt in actie komen. Inmiddels komt de hele klas in actie om hun klasgenoten, die het zo slecht hebben, te helpen. Oh, is de klas veilig. Oké, go, go, go. Kom, we gaan naar het huis van Manouk. Dat we naar rechts moeten. Oh, oké. Aangekomen bij het huis van een klasgenoot, zien ze de vader van een klasgenoot iets doen wat zij echt niet vinden kunnen. Oh, mijn god. Oh, heerlijk zo'n glaasje water. Hij drinkt gewoon alcohol. Vreselijk zo'n vader. Een groep leerlingen gaan op social media op zoek naar hun klasgenoten die zo arm en zielig zijn. Maar ze komen tot een schokkende ontdekking. Nee, maar dat Anouk helemaal niet. Hè? Huh? Hebben ze wel Instagram of social media? Nee, maar volgens mij hebben ze echt geen Insta. Maar als je geen Insta hebt, dan heb je toch geen leven? Het zijn echt zulke zielige kinderen. Als alle groepen hun actie hebben uitgevoerd, komen ze op een geheime locatie weer bij elkaar. Hebben jullie al iets ontdekt? We hebben ontdekt dat de vader van Anouk alcohol drinkt. We hebben gezien dat ze echt heel weinig geld hebben, want ze kocht maar één appel bij de supermarkt. Wat erg. Jongens, weet je wat ook zo erg is? Ze hebben geen Insta. Onbegrijpelijk. Ja, ik vind het echt niet meer langer kunnen. Ja, want iedereen heeft wel recht op een goede opvoeding. En recht op onderwijs. En recht op goed en gezond eten. En recht op vakantie en op een telefoon. Timo, volgens mij is dat helemaal geen kinderrecht. Jawel toch, recht op vakantie? Nee. Maakt niet uit, maar deze kinderen moeten echt geholpen worden. Nou jongens, ik heb misschien wel een idee. Kom maar bij. Een paar weken later komen de arme leerlingen 's ochtends aan op school. Maar daar valt hem wel iets op. Dat is raar, is niemand op de gang. Nee, hartstikke rustig. Ja. Ja, wat raar, er is ook niemand in de klas. Nee, helemaal niemand.
niemand. Zullen we dan maar gaan zitten? Ja. Ja. Hebben we wat gemist of zo? Ik heb begrepen van jullie klasgenoten dat ze jullie wat wilden opvrolijken, toch? Want jullie zijn hartstikke zielig. Ik bedoel, jullie vader drinkt alcohol. Jullie hebben bijna geen boodschappen om te kopen. En jullie hebben geen Instagram. Dat kan toch niet? Ja, en daarom wouden we jullie opvrolijken met een feestje. En we hebben nog een hele mooie verrassing voor jullie. Ja, maar het is helemaal niet nodig. Wat is de verrassing dan? Wij hebben geregeld dat jullie 2 weken met de kerstvakantie op vakantie kunnen. Maar dat hoeft helemaal niet. Ik ben niet zielig en arm. Dat vakantie is alleen maar luxe. Dat hoeven wij niet. Nu kon ik gewoon rustig in de tuin en in de vakantie een boek lezen. Oh, ja, dat is ook heel erg leuk. Oh ja, een vakantie waar niks moet. Dat lijkt me ook wel heel relaxed. Ja. Yeah. Maar ja, wat doen we dan met die reischeck? Jongens, misschien heb ik nog wel een idee. Vertel. Wij hebben het hier heel goed, want wij kunnen naar school en zo. Maar er zijn ook kinderen die dat niet kunnen. En wat bedoel je daar precies mee? Onze rechten zijn supergoed geregeld. Maar in andere landen is dat minder goed geregeld. Misschien kunnen we het geld aan hun geven. Oh ja, dat is een goed idee. Ja, echt een goed idee. Maar jongens, aan wie kunnen we dat geld dan geven? Misschien wel aan UNICEF. Ja. Zo komt het geld toch nog goed terecht. Wat? Ze kopen maar echt... Oh. Je wou mij een stukje zeggen. Ja. Ze kopen maar echt... Wacht, wat? Ze kopen maar echt 1 appel. Echt heel leuk. Wat? Ze kopen maar 1 appel? Oké. Okay. Ik weet het niet meer. Dit is een... Bloemer! Echt verschrikkelijk. Ik weet het niet. Wat moest ik weer zeggen? Oh, ik had het echt vergeten. We moeten echt onze klasgenoot gaan helpen. Dat maakt niet uit. Maar dat deze kinderen moeten... worden. Dat maakt niet uit. Maar dat deze kinderen geholpen moeten worden, dat is zeker. Dat is zeker naar de camera. Heel goed. Nog 1 keer, 3. Was het bijna. Kom nu. Hey, wat zijn de ouders van Anouk en Nina? Ik ben benieuwd wat voor boodschappen ze gaan halen. Nog 1 keertje. Ja, ik heb misschien wel een idee. Dan niet meer mij. Hoe dan? Hoe kan dat? Yes. Misschien moeten we plannen bedenken of zo, ja. Nee, maar we zitten nu even los. Ja. Dit gaat niet goed. We zetten veel zo van... Hey, hoe noemen we dat dan? Een bloeper. Zullen we die aan het einde van de film doen dan? Ja. Oké, opnieuw.